Welkom bij de kennisclip Wat zijn zwakke en wat zijn sterke bazen? Na deze kennisclip kun je uitleggen wat sterke en zwakke bazen zijn. Drie onderwerpen in deze kennisclip: bazen, zwakke bazen en sterke bazen. Laten we eerst kijken naar het begrip bazen. In de eerdere kennisclip heb je al kennis gemaakt met een bazen, maar we kijken nou toch even naar de definitie. Laten we eerst kijken terug naar een zuur. Een zuur is een stof die een H+, een proton, kan afstaan. En als je kijkt naar de reactie van een zuur, bijvoorbeeld zoutzuur, HCl, dan kan zoutzuur een H+ afsplitsen. Water kan die H+ opnemen. En je krijgt een H3O+, plus een Cl- ion in dit geval. In formule HCl plus H2O geeft H3O+, plus Cl-. Een bazen is een stof die H+ kan opnemen. Een voorbeeld van een bazen is NH3, oftewel ammoniak. NH3 die kan een H opnemen van water, dus H2O. Dan krijg je NH4+, het ammonium-ion, en OH-. En die OH- die zorgt dat er sprake is van een basische oplossing. In formule NH3 plus H2O, dan gaat een proton over van H2O naar NH3 en je krijgt dan NH4+, plus OH- in de oplossing. Als je kijkt naar zwakke bazen, een zwakke bazen vergelijkbaar met een zwak zuur, betekent dat er maar een deel van de bazen die neemt een H+ op. Als je kijkt naar de formule, bijvoorbeeld ammoniak, dat is heel toevallig, is dat ook een zwakke bazen. En vergelijkbaar met zwakke zuren is er dus ook weer een reactie terug mogelijk. Dus de H+ van NH4+, die kan weer terug naar de OH-. En in dat geval krijg je weer H2O plus NH3. Dus ook hier is sprake van een evenwichtsreactie, waarbij zowel er een heengaande als een teruggaande reactie is. En dat geef je aan met een dubbele pijl. Sterke bazen daarentegen, die nemen volledig H+ op. Dus alle bazenionen of bazen die in de oplossing is, die neemt ook weer H+ op. Een voorbeeld is het hydroxide-ion, de OH-. Als je de OH- in aanraking laat komen met een H3O+, bijvoorbeeld in een zuur, dan gaat er een H+ van de H3O+ over naar de OH-. En in dat geval krijg je twee moleculen water. In formule OH- plus H3O+ geeft 2H2O. En dit is bijvoorbeeld een reactie die voorkomt bij het neutraliseren van zuren. Nou, daarmee komen we aan de afronding van deze kennisclip. En als het goed is, kun je aan de hand van een reactievergelijking uitleggen wat sterke en wat zwakke bazen zijn. Tot de volgende keer.